doe zelf ook aan sommige social media, niet veel. Maar ik moet van mijn ouders ook steeds opletten. En eerst vond ik dat onzin, maar nu snap ik eigenlijk wel waarom ik eerst moet opletten met wat ik post. De secretaris kwam op bezoek. En ze hebben samen met een juffrouw hebben ze een nieuw programmaatje gemaakt. Ik vond het wel leuk, want ja, de secretaris kon natuurlijk op bezoek. En dan krijg je ook nog eens zo'n tasje met allemaal spulletjes erin. Dus ja. Dat is altijd leuk. Het hele project is toch vooral bedoeld om de grondrechten die ontzettend belangrijk zijn, bijvoorbeeld het recht op privacy wat iedereen heeft, om dat ook bij de jonge generatie, die steeds jonger natuurlijk gebruik maakt van mobiele apparaten, om hen op een speelse manier daarvan bewust te maken. En Donald Duck is een heel bekend blad. Veel kinderen en volwassenen lezen het. Dus als je in die belevingswereld van Donald Duck dit moeilijke thema kunt uitleggen, dan bereik je veel. En dat is precies de reden dat we dat op die manier zo gedaan hebben. Ja, het is ontzettend leuk om in groep 8 hier in Veghel voor de klas te staan en hen te vertellen wat die risico's zijn, om met hen ook het gesprek aan te gaan. De kinderen zijn heel gretig, heel leergierig, maar zich nog niet altijd bewust van de risico's. En dat beantwoordt ook precies aan het doel van deze les, namelijk maak ze wel bewust van die risico's, zodat ze ook op een veilige manier gebruik kunnen maken van de digitale wereld. Ja, en we zwaaien, thumbs up.